We zijn live, toch? We zijn live. Een bijzonder goedemiddag, dames en heren. Dat is, We zijn volgens mij niet live, hoor. Hij is aan het wachten tot live. Hij is nu live, ja. Ja, we zijn live nu. We zijn live. Goedemiddag, dames en heren. Het is exact 16 minuten over 3. Het nationale hitteplan is in werking getreden. En nou, dat mag ook wel, want het is bloedverziekend heet. Waar zitten wij ergens hier in de buurt? We zitten hier in Noord-Brabant, in Valkenswaard. Valkenswaard zitten wij inderdaad. En op zich is het heel goed beschut. Het is lekker te doen hier, zonder zon. Maar het is wel echt heel erg warm. En hoe gaat het met jullie eigenlijk in deze hitte? Gaat Ik heb begrepen dat gisteren in Den Haag was het echt gigantisch qua drukte. Nu op dit moment is volgens mij de bedoeling dat je niet meer richting het strand gaat. Maar gisteren in Den Haag was er ook een enorme opkomst. Niet op de laatste plaats vanwege die deelscootertjes en zo. Daar kan jij misschien straks wat over vertellen. Felix, maar, ja. Ja, ja, maar de gemeente Den Haag heeft wel een persverklaring gegeven gisteravond dat het echt super goed is verlopen. Dus dat is positief. En ik denk ook als we alle dingen een beetje goed bekijken, dan zou het niet mogelijk kunnen zijn om besmet te geraken als je gewoon in de buitenlucht nou, bent. Mensen houden wel keurig de afstand afstand. houdt. Ik heb foto's gezien, zeg maar. En je ziet wel gewoon dat mensen keurig de afstand bewaren. Dus ja, het gaat gewoon goed. Goed. Ja. Hey, en hoe zit dat nou met die, want die duiken overal op, ook in dorpen en steden. Hoe zit dat nou precies met die scooters? Staan die ergens centraal? Ja, ik ben daar een beetje Ja, een het is nipje wel in. echt stadgerelateerd. Dus ja, je kan in de stad dan bijvoorbeeld een Velo-scooter huren, gewoon via een app. En dan kun je gewoon naar een plek toe rijden. En dan En daar staat dan die scooter? Laat ze gewoon staan, zeg maar. En dan neemt de andere weer mee, zeg maar. Het is gewoon een soort van, altijd mobiel staat die ergens opgesteld. Ja. Maar ze staan niet op een centraal punt, ze staan eigenlijk verspreid. Ja, meestal staan ze wel op een centraal punt, ja. Je mag ze niet overal neerzetten, zeg maar. Je kan ze niet midden op de straat Maar neerzetten, die natuurlijk. mobikes, hebben we het ook wel eens over gehad in het verleden, dat is volgens mij helemaal mislukt. Want dat werd een Maar dat is zootje een fiets, hè. overal Dat is en wel ja, anders. zo'n Kijk, fiets het zijn natuurlijk. e-scooter. Kijk, die e-scooters zijn populair Maar die onder jongeren mobikes en zo. zie ik Kijk, nergens nu meer. bijvoorbeeld is gewoon e-scooter wel lekker mee te hitten. Kun je gewoon lekker zitten en dan gas geven en dan ben je daar, weet je Ja. wel. Ja, dat is gewoon Het was fijner trouwens nog wel een natuurlijk. dingetje dat jongeren onder de 16, die mogen daar natuurlijk niet in rijden. Maar die hadden dan weer een truc om in te loggen met het pasje van een ander. En dan kun je gewoon als je 15 bent of zelfs nog jonger, kun je gewoon op zo'n Ja, Felix-scooter je lekker kan natuurlijk ook gewoon wegrijden. scooter rijden als je 15 bent, weet je. Dat kan ook natuurlijk gewoon. Van je vriend of vriendin, ja. Dat is waar. Het is hetzelfde, toch? Dat is waar. We gaan het even hebben over feestjes in de buurt. Leuk trouwens dat je kijkt. Het is een ingelaste uitzending van Dossier Mastenbroek. We zitten hier in de buurt van Valkenswaard. Nou, dan mag jij raden waar wij zitten. Op welk leuk parkjesterrein, welk Zitten we niet in park wij Tilburg zitten. zitten we? Nee, we Dat zitten kan ik niet in Tilburg. meegeven. Nee. Het is hier trouwens best wel heel erg goed geregeld, moet ik heel eerlijk zeggen. Er is ook een dome. Nou, dan weten jullie helemaal natuurlijk waar we zitten. Maar daar is het echt gewoon niet te doen. Ik ben daar gisteren even een patatje gaan halen. En het was daar, denk ik, meer dan 40 graden. Maar hoe beleven jullie het? Stel vooral je vragen. En omdat we het ook een beetje hebben over klimaat natuurlijk. En er een enorme klimaatverandering is. Hebben we een donatiebutton hier nog onder staan voor het Wereld Ja, we Natuurfonds? hebben echt Omdat heel veel geld er binnen gehaald. 0 euro. €0 nog Dat is maar. bizar. Want Ja. de ijsberen die hebben geen Geld schots stroomt meer. binnen. We zijn heel erg dankbaar daarvoor. Bedankt. Die hebben geen schots meer om op te staan. Laten we het even hebben over feestjes. Den Haag en feesten. Zijn er op dit moment nog een beetje feesten? Ja, nou ja, op zich zijn er best wel wat evenementen in Den Haag. Vooral Zwarte Pad. Ik bedoel, mensen houden wel keurig afstand, zeg maar. 1,5 meter wordt wel gewaarborgd. Maar op zich staat de muziek wel vol aan, het volume heel hard. En En op hoeveel zich, mensen komen daar dan op zo'n feestje? ja, ik denk, kijk, veel per strandtent. Maar op zich wordt gewoon lekker muziek gedraaid door DJ's de strandtenten nu gewoon. En En het is sowieso buiten. dat is buiten, in de buitenlucht. Ja, tuurlijk. Ja. En volgens mij zijn er ook naar aanleiding daarvan, en dat is al best wel een tijdje natuurlijk dat het zo gaat, zijn er niet echt nieuwe besmettingen Nee, geweest, het is toch? vooral die huisfeestjes zo natuurlijk. Hè. Kijk, er zijn ontzettend veel huisfeestjes natuurlijk. Mensen gaan Ja, maar natuurlijk dat dan zei je gewoon. ook al laatst ook al. Is dat echt zo? Er komen steeds meer Natuurlijk, jongeren bij ja. elkaar. En waarom is dat Ja. dan? Omdat er gezeik is in kroegen, Nee, je mag want niet meer bij mensen elkaar. gewoon, behoefte hebben aan feestjes. En aan gezelligheid. Mensen onder elkaar drankjes doen. En dan gaan mensen elkaar opzoeken. En dat doen ze dan ja, binnen. In besloten kring. Omdat het buiten dus niet mag. En dan gaan mensen toch binnen, weet je wel. Met allemaal met elkaar. En dan gaan ze ja, biertjes drinken. En dan ontstaat er heel veel. En wat vind jij van het verwijt van Mark Rutte, de minister-president Mark Rutte, dat hij zegt, ja, we steven af een beetje op een tweede golf en daar zijn de jongeren eigenlijk wel een beetje de oorzaak van. Nou, ze Het doen is ook het wel niet makkelijk bewust gezegd. Kijk, natuurlijk. jongens zijn natuurlijk ook de meest onderweg van iedereen natuurlijk altijd in het leven. De meeste mobiel doet het meeste, zeg maar, altijd. Dus het is ook gewoon de doelgroep die het meeste doet.
mensen van 60 gaan de straat niet op in de nacht. Dus ja, dat is ook ik vind het een beetje makkelijk gezegd. Maar dat is natuurlijk wel waar. Kijk, die jongeren worden gewoon nu helemaal gek. Ja, en die gaan dingen doen. Ja, ik denk wel, dat is eigenlijk nog een beetje waar ik naartoe wilde dan in deze mini-uitzending in het kader van de nationale hittegolf, dat je gewoon niet 17 miljoen mensen kunt begeleiden hierdoorheen. Het werkt eigenlijk niet. De mondkapjes, 1,5 meter, er zijn altijd mensen die daar zich gewoon niet aan houden. De jongeren dan, die dan in één keer de Zwarte Piet toegespeeld krijgen. Zeker, ja. Is het niet gewoon zo? Wel één element van Mark Rutte wil ik er dan uithalen, dat iedereen zijn gezond verstand moet gebruiken en dat het eigenlijk zo is. Echt verantwoordelijkheid, toch? Iedereen voor zich. Maar echt verantwoordelijkheid, dat is gewoon belangrijk, joh. En ja, ik vind het toch gewoon dat mensen gewoon lekker vrij moeten doen wat ze zelf willen natuurlijk. Kijk, als de politie binnen gaat komen in huizen dadelijk en zo, dat vind ik wel gewoon te overdreven. Nee. Maar daarvan heeft Hugo de Jonge ook gezegd dat gaat ook niet gebeuren. Want daarvoor zijn natuurlijk ook die mensen, die zijn niet, natuurlijk niet, er zijn, ja, voor een groot deel hebben ze natuurlijk belachelijke standpunten en zijn ze wel een beetje kierenbiet. Maar die gele hesjes en viruswaanzin, die hebben wel een punt. Dat ik ook niet prettig zou vinden als ik naar mijn verjaardag vier. Ik ben toevallig 14 september jarig, dus het ligt een beetje waar? In de buurt. Oh, dus, ja, weten we allemaal wat er zijn, toch? Hier Facebook, ja. Verjaardagsfeestje van Martijn. Sowieso, maar als ik dan een 10 mensen uit mijn familiekring dan op bezoek dat dan de politie binnen kan vallen. Nou ja, dat is bizar. Dan leven in een politiestaat. Dat kan niet. Nee, maar ik denk dat we daar ook wel over eens zijn. Maar de oproep die nu gedaan wordt, ook door mensen als Lange Frans, die, nou, wij hebben op dit moment 2 kijkers, maar die man die heeft 120.000 kijkers. Om dan te zeggen van jongens, laten we massaal allemaal bij elkaar gaan zitten en elkaar gaan knuffelen. Kijk, wij zijn, dit is overigens een ander verhaal. Wij zijn familie natuurlijk, anders denk je meteen van ja, maar jullie doen het zelf natuurlijk ook. Dus dat moeten we natuurlijk wel voor uitleggen. Ja, er is nog 1 kijker. Leuk dat je kijkt. Ik ben heel benieuwd wie dat is. Dat kunnen we overigens niet zien in deze uitzending, want die techniek is niet dusdanig toereikend. Nee. Maar mocht je het nu terugkijken, dan kun je altijd nog even reageren hieronder. En als je dan zegt van nou, wij willen meer. Dat kan, dan kunnen we misschien minder, vanavond nog even... Weer minder kan het ook. Ja, dat kan ook gewoon. Dat kun je ook gewoon opvolgen. Dan mag heb je ook gewoon... nooit meer deze koppen in je beeld. Geen enkel probleem. Ik denk trouwens wel dat mensen die het niet leuk vinden, juist wel kijken. Ik kijk ook wel eens programma's waar ik eigenlijk een hekel aan heb. Juist heel erg geïrriteerd aan. Ja. Ik vind altijd, daar hadden we toevallig net over, het televisieprogramma het mooiste meisje van de klas. Vind ik eigenlijk altijd een beetje irritant in het begin. En daarom dan kijk ik het dan. Maar aan de hand vind ik het eigenlijk altijd een heel mooi programma. Dan denk ik van, oh ja, nou ja, waarom vond ik het eigenlijk hoezo altijd vind je het irritant dan? Hoezo? Nou, dat ik denk van dat het uitgangspunt is dan van iemand in een klas, dat degene die het mooist was, dan kennelijk het meest boeiende levensverhaal en het meest succesvol is. Deze zijn allemaal echt juist, volledig... Juist helemaal ontspoord en juist de roem maakt ze juist klopt. Heel erg kwetsbaar. Ik vind het juist een heel mooi programma. Ja, ja, dat vind ik eigenlijk wel, maar dat weet je niet als je het nooit kijkt. Ja, het mooiste meisje van de klas. Ja, maar vaak is er verhaal achter. Kijk, als er geen verhaal achter zit, gaan ze niet uitzenden natuurlijk. Dus er zit een redactieteam achter die het gaat uitzoeken natuurlijk. Of vertellen waard is het verhaal. We merken trouwens wel dat het aantal kijkers op dit moment wel groeit. Ja, het stijgt enorm. We hebben 4 kijkers. We hebben een kijkersvraag van Anita Egberts. Waar zijn jullie? Nou, ja, waar zijn we? Nou, we hebben natuurlijk net gevraagd jullie om het te raden. We zullen het een klein tipje van de sluier geven. We zitten niet in Frankrijk. Nee, het is een bosrijke omgeving. Nou heb je dat natuurlijk wel meer in Nederland. Ja. Maar we zijn richting het zuiden gezakt. En wij zitten, zoals het dan hier heet, op de Kempen. De Kempen? De Kempen. Oh, de Kempen. De Kempen. En ik ben niet de sportieve van ons twee, maar Julian is dat wel. Jij bent net zeg eens, de fiets... Ja, ik heb net in de fiets een stukje gefietst hier, zeg maar. En welke dorpjes wat ik heb je merk, zeg een maar, bezocht? Dat het enorm rustig is overal. Okay. Mensen blijven toch binnen, massaal binnen. En een oase van rust is gewoon lekker. Heerlijk, mensen roken een vredespijp. En nee, dat valt wel mee. Maar het is gewoon heel rustig. Ja, ja. En mensen ook, ja, die gaan niets doen natuurlijk ook. Mensen hebben belachelijke hitte. Blijven gewoon thuis, ja. Maar dus, we zitten dus in Valkenswaard. Nou ja, dat zeggen ze. Daar maar jij zegt de Kempen net natuurlijk. Ja, de Kempen nee, maar het heet de Kempen en we zitten op de Kempen ja, Venne. Ja, Kempen Venne. En dat zit hier ook van de jongeren ook wel, dat is wel leuk. Maar klopt. Ook van de oudere mensen. Ja. Het is hier een gemineerd gezelschap. We zijn nog niet in het zwembad geweest, maar normaal gesproken zit je dan op Center Park, waar we dan zitten in het zwembad met 1200 mensen. En op dit moment mogen er volgens mij maar 100 mensen naar binnen. Dus dat is eigenlijk wel onwijs relaxed. Corona-tijd heeft ook heel veel voordelen, het is, toch? Het is heel rustig in het zwembad, inderdaad. Het is los van het gezondheidsaspect. Dan heb je het
stukje thuiswerken, wat ook wel voordelen kan opleveren. Daarnaast heb je wat dat betreft veel meer rust en ruimte in horecagelegenheden. Je zit niet helemaal op elkaar, onder elkaar. Dat vind ik ook Dus jij vindt wel het eigenlijk fijn. heerlijk, vind je het eigenlijk gewoon even het heerlijk. Nou, het heeft wel positieve aspecten. Ja, ik ben natuurlijk onlangs vader geworden. En dan merk je ook wel dat je nog meer tijd met je kindje hebt. Wat ik eigenlijk dan misschien op andere dingen zou besteden. Dus nee, heerlijk vind ik niet het goede woord. Maar er zijn wel mensen die nou, in deze tijd misschien wel tot bezinning zijn gekomen. Bijvoorbeeld door middel van thuiswerken. Van ja, is werken het allerbelangrijkste? Is altijd maar uitgaan het allerbelangrijkste? Ik denk dat heel veel mensen dichter tot elkaar Ja, zijn gekomen. zeker. En je pakt ook projecten Het op omdat verbindt je. ook wel natuurlijk ook. Hè. Kijk, je zat er ja, samen voor, maar op zich ja, ook niet. Hè. Want ik bedoel, ook heel veel groepen natuurlijk, hè, die viruswaanzin tegenwoordig een andere naam heeft. Een andere naam ook? Ja, andere naam. Ze heet er geen viruswaanzin meer. Dat is van die Willem Engel, toch? Ja, Die man met ze die. heet er geen viruswaanzin meer. Ze heet er nu anders. De naam ben ik kwijt nu. Maar ja, zeg maar, mensen zitten mensen ook tegen elkaar natuurlijk ook. Hè. Want ik bedoel. Ja, wat er gebeurt allemaal in Nederland, al die demonstraties en dergelijke, politie, dat allemaal heel erg gecritiseerd, weet je wel, wat ze doen. En dat is ook wel natuurlijk heftig, weet je wel. Mensen in de zorg, zeg maar, waar het heel veel voor geklapt is en zo. En die zien nu voorlopig mensen allemaal op straat en zo. En die krijgen een dikke middelvinger natuurlijk weer, weet je wel. Dus ja, het is ook wel een soort van iets van. We hebben weer een reactie binnen. We krijgen sowieso de vraag of wij het carnaval vieren. Nee, wij komen uit gewoon de Haaglanden en daar is carnaval niet echt hot een happening. Ik Uh, heb een ik hekel aan ben, carnaval, ik echt ben waar. sowieso Ja. helemaal niet van de carnaval, dus het zou zomaar anders kunnen zijn. Maar ik heb ook, nou ja, het is ook grappig om te vertellen. Ik ben ooit een keer stadsprins geweest van Delft. Maar ik heb er nu helemaal echt niks meer mee. Samen in de Polonaise lopen en je hebt nu ook de 1,5 meter Polonaise. Nee, ik denk, doe dan niks. Nee, je hebt natuurlijk in het café, zeg Toch, maar, toen de ja. horeca openging hier in Brabant. Om 12 uur was iedereen gelijk in die Polonaise, weet je. Die beelden zijn nog op mijn Ja, netvlies. Dat is belachelijk natuurlijk ook. Ja, Brabant is niet echt heel slim volgens de mij. Dat anderhalve gebied. meter Polonaise. Of als ik had laatst een gesprek met iemand en die kwam binnen en ik zeg: Nee, ik geef geen hand hoor, want dat doe ik gewoon dan niet. En met onbekende mensen, nou, laten we dan even dit dan doen. Ik denk: Ja, dan sta je alsnog zo helemaal. Laten we het eens doen zo. Dan sta je alsnog half op En dan elkaar. zat ik zo op Ja, ik je vind het knieën, echt, dat ja. vind ik totale onzin. Nee, ik Doe vind dan dat, dat niks, vind ik doe wel dan lekker aan niks, ja. corona. Kijk, je kan gewoon natuurlijk gewoon een knietje geven, weet je wel. Ik bedoel, je hoeft niet echt te kussen. En oh, ik heb je zo Nee, gemist, maar weet dat je wel. is Dat hoeft natuurlijk ook allemaal met niet. Nee. straks met oud en nieuw. Is dat natuurlijk fantastisch. Want wie zit er nou eigenlijk op te wachten? En dat zijn niet alleen de vrouwen hoor, die er niet op zitten te Maar ik wachten moet met de eerlijk zeggen, nieuwjaarsborrel om kijk, te dat zoenen en wat dan vaccin. ook. Zijn de mannen ook niet op te wachten? Maar Nee, dat vaccin kan is natuurlijk gewoon zo. onwijs snel komen. Zeg voor het hier in december al is, dan moet je gewoon zoenen met het oud en nieuw. Maar als het vaccin er is, moet iedereen zich dan laten vaccineren? Wat is de bedoeling dan? Ja, Is wel, het ja, dan een verplicht vaccinatie kwetsbare natuurlijk. doelgroep? Ja. Of, Nou ja, ik denk dat eerst de kwetsbaren worden geholpen natuurlijk. De oudere mensen worden geholpen. En daarna kom jij pas aan de beurt. Denk als jij als laatste aan de beurt komt. Jij bent natuurlijk ook het minst Ik sta echt belangrijke. helemaal onderaan Ja. de ladder, absoluut. Ik Ja. denk dat ik misschien dat ze ergens dan nog Mannen ergens mogen een. wel als laatste, toch? Als zeg maar een schip aan het zinken was, mocht de man toch het laatste altijd op de reddingsbootjes. Ja, Toch? dat is wel zo, maar Ja. dat heb ik eigenlijk nooit heel erg begrepen. Ja, Want vrouwen en kinderen eerst en ja, daarna dat de vind ik mannen zo. pas. Ja, maar dan ondertussen wel allemaal roepen dat we geëmancipeerd willen Maar zijn. Maar als het dan nota in China bene is, waren dan al die. moeten de vrouwen dan geld die Nee, emancipatie maar wil, dan ja. willen we als eerst op een boot zitten. Ja, ja. Ja, Maar in ga China. dan, ga helpen dan. Maar in China heb je toch dat al die ouders zouden altijd mannen krijgen, weet je wel, voor de boerderij en zo. En daar werden kinderen af en toe gewoon, meisjes werden af en toe gewoon in de berm gelegd, de vondeling gelegd. Dat is inderdaad Ja, echt zo. waar, serieus. Dat is echt zo. Nee, dat is toch zo? Nou, ik denk dat we rustig naar een einde gaan van deze Wordt het korte aflevering te van Dosje en Wasvoek. controversieel? Nee, maar ik Nee, wil nog maar even. het is een kwartier lang en mensen houden van kort tegenwoordig. En we kunnen beter dan ja, nog een keer doen, misschien vanavond of zo. Ik merk dat de kijkers nu ook. Ja, een beetje af te dwalen, zeg maar De ook, hè, de vragen twee zijn kijkers. gesteld. En nou goed, we zitten hier nog een tijdje in een heerlijke bosrijke omgeving. Dus mocht je zeggen van, nou ja, goed, leuk. Dossier Masterclass live op locatie hier vanuit Valkenswaard. We zitten er nog wel even en we zitten hier prima. En het is hier zonovergoten. Er komt nu trouwens een klein beetje een windje. Dus Heerlijk, dat ja. is wel Ik lekker. geniet volop. Dus niet vanuit de studio van Den Haag FM, maar gewoon alles wat lekker bespreekbaar is met de vaste co-host die regelmatig inbelt. Julian Kwik. Zie je ook een keer zijn gezicht erbij. Het is Ja, gezellig. ik heb En een tv-hoofd. we gaan hem. Het is 3:30 geweest, dus het is tijd voor een lekker biertje. Een Heerlijk, rozeetje. En we ja. gaan even straks richting het En blijf zwembad. vooral allemaal rustig, hè. Hou je Blijf rustig. rustig, ja. Dat is het advies. Goed. Doe niet te gek.
Oké, tot de volgende keer. En mocht je het leuk vinden, dan komen we snel terug. Dag.